gaat door ook niet bij je benen liggen. Hij moet op je liggen. Een beetje een aparte dag. Ik ga zo meteen de shout-out opnemen. De laatste aanzetten en dan kunnen jullie een stukje meekijken. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 4 februari. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree. Ik vlog dagelijks met mezelf kinderen, gastkinderen, huisdieren. Vannacht werd ik heel erg wakker. Werd heel erg hoofdpijn. Dus wat ingenomen. Het is nu een beetje gezakt. Maar Michelle is nu ook ziek. Kijk, die is hier. Op de bank. Dus die is nu ook niet lekker. Horen jullie? Dus ik ga even mijn koffie opdrinken, wat eten, editen. En kijken wat de dag verder nog meer ons brengt. De zon schijnt. Het is echt heel erg mooi weer buiten. Maar ja, we zien het wel. We zien het wel. Michelle kan niet bij de camera komen, want ze is ziek. Hé, zieke Michelle. Welterusten, Michelle. Niet goed. Nee. En daarom kijken we SpongeBob. Ja. Yeah. Oké. Okay. Enjoy. Ah, Troy heeft een vriendje gevonden. Maar hij gaat dan ook niet bij je benen liggen. Hij moet echt op je liggen. Ja, op je bijen. Oh. Oké, okay, ik heb gewoon wentelteefjes gemaakt. Moest wel even opzoeken hoe het ook alweer moest, maar eet smakelijk. Dat gaat wel als je ziek bent, wentelteefjes eten. Ik weet het niet. Probeer het maar. In ieder geval erg lekker. Net even een video van de huishoudcoach opgenomen hier in mijn slaapkamer. Nee, er zitten vrienden van Steven. Dus ja, het is ook vrij donker beneden. Hier, beneden. Hierboven krijg ik tenminste nog een beetje het leuke een beetje buitenlicht en zo. Buitenlucht. Buitenlicht. Licht. Buitenlicht. Binnen. Zo even vast bedden opmaken voor morgen. Voor tenminste nog bed opmaken voor Fleurtje, die blijft slapen. En voor dinsdag en woensdag blijven Sanne en Tim ook slapen. Dus ik heb bedden allemaal neergezet en bedden opgemaakt. Is dan strijken zelfs. Ja, ik heb gestreken. Ja, ik moest een beetje ruimte maken, dus dat heb ik gedaan. Michelle is behoorlijk ziek, die heeft alles doet te zeer. Dus je voelt zich heel naar. Ja, een beetje een aparte dag. Ik ga zo meteen de shout-out opnemen. Weer drie kanalen die van mij een shout-out krijgen. Dat is best wel mijn redding op de zondag hoor. Shout-out zondag. Dus ja, laat je verrassen wie ik zo meteen ga shout-outen. Eerste shout-out gaat naar Rijkiesbrand. En Rijkiesbrand is een stel dat een tweeling heeft gekregen. En ze filmen gewoon echt te grappig gewoon. Ze zijn echt zo leuk. Ja, ik heb ze allemaal gezien. Dus maar we gaan gewoon even de laatste aanzetten en dan kunnen jullie een stukje meekijken. Sinds 7 weken zijn mijn Rijk en ik moeder. En het valt niet tegen. Maar hij is ziek. Nee, valt wel mee. Maar goed, en ik dacht al dat ik heb pedagogiek gestudeerd en ik denk te weten hoe het werkt met kinderen, maar in de praktijk is het toch wel heel anders. Dus dat, ze zijn echt gast kijken. Ik zal de link hierboven even een linkje plaatsen. En dan kunnen jullie even kijken bij Rijkiesbrand. Ze hebben momenteel 241 abonnees en ze verdienen er gewoon echt, echt veel en veel meer. Ze zijn echt gewoon te leuk. Echt, te leuk gewoon. Dus ga kijken. Het volgende kanaal wat ik een shout-out wil geven is Sterke Mama. En Sterke Mama heeft inmiddels 646 abonnees al. Jeetje, die is ook snel gegroeid trouwens. Druk even op de video's. Weet dat ze mij ook altijd kijkt. En ze maakt zelf ook hartstikke leuke video's. Ze is nu ook zwanger. Ik heb nog niet de video's gekeken de laatste tijd. Ik ben ook ziek geweest. Ik neem deze shout-out dus later op. Als jullie nu horen. Doei. Hey, fijne avond.
bloem? Iets pakken. Hoe heet je dat ook alweer? Weet je dat nou of niet? Brownies heet dat. Ja, we gaan brownies koken. Brownies bakken. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag zondag en mijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis deze week. Dus we hebben echt een hele rare week gehad. Heel veel heen en weer gereden. Tussen broertjes, zeg maar, en mijn moeder en mijn vader en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, het is vandaag zondag en Rem is morgen jarig en dat gaan we dus vandaag vieren. Ja. Dus ik ga zo even klaar dat wij haar. Nou, kijk zeker even ook op haar kanaal van Sterke Mama. Echt super leuk doet ze het. En laten we er snel helpen naar de 1K. Volgende kanaal. Ja, dat is het kanaal van Miel. En Miel, ik weet niet, ik vind het gewoon echt gewoon zo'n schatje. Ze heeft nu 337 abonnees. En ze maakt zulke leuke video's. Echt. Ze edit het hartstikke leuk. Ze is gewoon een hele leuke persoonlijkheid. Nou, dit is Hoe overleef ik februari. Echt geweldig. Het is echt geniaal gewoon. Ik heb hem al gezien. Hallo beste mensen en welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe meal voor al jullie lieve gezichten. Vandaag gaan we weer een hoe overleef ik doen van de maand met bizarre feestdagen. Ja, dat is danswaardig. Vorige avond toevallig die van februari al geschreven. Dus ik vond het een uitgelezen kans om dat dan ook gewoon meteen te gebruiken, anders is het zo veel de moeite en zo. Ik ben een paar maanden zeg maar, geskipt. Het kost heel veel tijd om deze video te maken. Dus het feit dat ik hem al geschreven heb, is zeg maar de helft van het werk. Bij deze dus de video over hoe overleef ik februari. We duiken er weer gewoon in. Ja. Oké, de maand begint een beetje zo-zo. Je voelt je misschien niet helemaal gelukkig. Misschien wel een beetje crappy zou je zeggen. Wat niet helemaal ongewoon is. Nou, willen jullie heel februari hier horen? Wat ze elke dag te zeggen heeft, moet je zeker even op de kanaal gaan kijken. Dus ja, dit waren de shoutouts. Heel veel plezier met de kanalen. De linkjes vinden jullie in de beschrijving. En ook als i'tje hierboven in beeld. En ook aan deze brakken en shoutout zondag komt een eind. Ik begin me ook zelf steeds grieperiger en grieperiger te voelen. En mijn huid, weet je dat tintelende gevoel dat je krijgt op je huid? Mijn klieren worden dikker. Alsjeblieft, laat me niet ziek worden. Het wordt zo'n drukke week. En ik kan niet de kinderen afzeggen. Dat gaat gewoon niet. Ik wil niet ziek worden. Michelle is ook zo ziek. En Sanne was vorige week al ziek. Tim is nu nog ziek, geloof ik. Die komt morgen ook de hele dag. Denk ik. Misschien is hij wel beter. Ik weet het niet. Het duurt gelukkig niet zo heel erg lang. Het zijn maar een paar dagen. Maar alsjeblieft, blijf weg. Maar anyways. Deze dag komt een einde en dat was een beetje een aparte dag. Ik heb veel achterstallig werk weggewerkt, administratief werk gedaan, geëdit, video's opgenomen die opgenomen moesten worden. En ja, dan is vloggen een beetje, het valt ook niet zo heel veel te vloggen dan. Als je, ja, dat heb je als je dagelijks vlogt, hè, natuurlijk. Dan heb je soms van die dagen erbij dat er gewoon even helemaal niks is. Vandaar dat er dus ook een shout-out is geweest. Drie hele leuke kanalen. Ik hoop dat jullie even een kijkje gaan nemen ook bij deze kanalen. En ja, zo ontdek je toch weer meer en meer. Dus eigenlijk van een nood een deugd gemaakt. Vond je het leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Dank u voor het kijken naar deze vlog, deze zondagvlog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!